geen applaus. Wij zijn hier om te werken. Dit is geen theater, maar een les. Dus geen gedoe. Dit is een masterclass. Zingen is bittere ernst. We stropen de mouwen op en we moeten aan de slag. Basta, Vinny. Is dit mijn stoel? Ja. Ik zie geen kussen. Ik had echt om een kussen gevraagd. Jullie denken allemaal maar dat je zo bijzonder bent, hè? Maar jullie zijn stuk voor stuk 13 in de dozijn. Oh, er zijn honderden, nee duizenden, die net als jullie studeren, audities doen, zich haasten van hier naar daar en weer terug. Denk je dan echt dat iemand je kan onthouden als je geen imago hebt? Boh, boh, boh. Maar wat heeft het voor nut om door te gaan als het meteen allemaal verkeerd gaat, hè? Je luistert niet naar de muziek. Niet? Laat muziek je hele zijn vullen. Het is zo eenvoudig, hè? Het zit er allemaal in, wie die vrouw is. Het enige wat je hoeft te doen is te luisteren. Een simpel meisje van het platteland. Een onschuldig slachtoffer, haar hart in stukken door hem. Heeft jouw hart wordt in stukken gelegen, Sophie? Ja. Nou, het is dat je het er nu bij zegt. Dit is theater. Hier tonen wij ons hart aan alles en iedereen. Avanti, avanti. Is dit goed zo? Ja, dat is goed zo. Al die onderbrekingen steeds. Je staat een aria te zingen en tegelijkertijd staan ze in de coulissen de koor van de volgende scène in elkaar te knutselen. Maar ik stond niks in elkaar te knutselen, ik kwam. Kan ik nog iets anders voor u doen? Nee. Grandio. Zo spreken wij God aan, op onze knieën, a terra, onze armen wijd. Non mirare il mio pianto. Let niet op de tranen die ik pleng. Io gliel perdono. Ik vergeef hem. Of jij gaat lekker op de flirt toe met het publiek, of wij gaan werken. Wat wordt het? Werken. Ah. Waar was jij nou mee bezig? Niks. Zingen. Eén van die twee is juist. En dat was zeker niet de tweede. Je zong maar wat en dat staat voor mij gelijk aan niets. Nog een keer. Dammi colori. Waar ben je? Nu bedoelt u. Of in de opera. Geen grapjes, Tony. In Rome. In een kerk. Ik schilder. Ik heb net aan de kosten mijn werk gevraagd. Maar welke kerk? Wat schilder je? Kom, ik heb niet de hele dag de tijd. En ik zong. Het was de grootste ovatie ooit in de geschiedenis van La Scala. De directeur moest het brandscherm laten zakken om een eind aan het applaus te maken. Maar ik heb een applaus nooit gehoord. Ik was te diep in een droom, ik slaapwandelde, net als Amine. Maar daar stond ik, op het toneel van de Scala. Prachtig gekleed, overladen met diamanten, echte diamanten. Met echte verse rozen overgevlogen uit Frankrijk in mijn haar. De geest van Maria Taglioni schreef een criticus. Eindelijk was ik mooi. Vrouwen ballen kunnen hebben. Sommige vrouwen wel, ja. Verdi dacht je uit jouw ballen te laten zien, Sharon. Kun jij dat? Ja. Andiamo, kom. Oh. Niet op die muziek letten, die is belachelijk hier. En door. Kom. Nu! Tocca la sala qui. Ze kan
luisteren naar Shakespeare, luisteren naar Verdi.